Hey, even nog die andere twee strategieën. Even kort, hè. Griekenland, verzekeringsmensen, bankproducten laten verkopen, consumentenbankproducten. Even niet te lang. In de eerste plaats, het waren wel gebonden agenten daar, dus je kon wel iets opleggen. Maar ja, die mensen wisten dat ze een tientje kregen als ze een Visa-creditcard verkochten, eenmalig. Want die kaart is dan eenmaal verkocht en is het verder klaar. En ze kregen 0,25% van de rente over het spaargeld. Dat was dan voor hun. Ja, voor het spaarrekken. Ja. En de jongens die met de mond zeiden ze, ja, dat gaan we doen. Maar in de praktijk, als ze een klant zagen, gingen ze natuurlijk weer een levenpolis verkopen. En aansmeren. En bovendien was dan nog een keer de baas van de verzekeringen. Vond die ook baas van de bank moest zijn. En dat soort gedoe allemaal. Dus allerlei competentieruzies en dergelijke. En de baas van het bankje, die we hadden aangetrokken. Dat was een Cypriot. En dat was ook niet populair in Griekenland. En bovendien vond die man dat hij in Amsterdam rapporteerde, maar dat vond de Griekse meneer helemaal niet. Dus alleen maar gezeik. Dus na een half jaar hadden we nog haast niks verkocht. Toen hebben het eerst via agenten zijn we gestopt. Nou, dat bankje zonder agenten had ook helemaal niks meer aan distributie. Toen hebben we het aan de bank van Piraeus hebben het verkocht en die heeft het erin geschoven. Dus dat was eigenlijk de fusie. ING, of eigenlijk NMB en Nationale Nederlanden, werkte gewoon in het buitenland niet en in Nederland ook niet. Dan nog even die... Het enige wat werkte, was dat die systeem met een 100 miljoen, of in ons geval 50 miljoen, aanloopverliezen bereid zijn voor jaren achterheen te nemen om te investeren in de toekomst. Ja. En dat wel terug te verdienen in Nederland. Ja. En dat heeft bij een bank, was het heel ongewoon. En een zakenbank heeft zoiets van, we openen NMB, hè? Een nieuw kantoor in Vladivostok. Die doet een paar grote deals met het kantoor Tokio. Gezamenlijk met een van de in- en exportdeal. En er zitten drie man uit Nederland en een paar lokale mensen. En het kantoor maakt al winst het eerste jaar. Dat was de NMB-cultuur. Ja, dus oké. Okay. Dus in ieder geval, dat werkte dus. Dus die verzekeraars, dat ze investeren, ja, lange termijn in op een gegeven moment aanloopverliezen. Dat is echt heel nuttig geweest, ja, als cross control. En ook toestond dat we aan de bank had ook mochten doen. En dat het uit de winst wel bij hun of bij de in Nederland in elk geval. Dan moet de winst maar wat lager zijn. Dat geld gaat eraf. Die 50 miljoen per jaar. Dat zou misschien niet gelukt zijn binnen de NMB Postbank, denk ik. Hey, maar Canada, oké, dus dat was volledig mislukt. Dan tussenpersonen was mislukt, ja. Ja, maar er was overigens een hele strijd, want het was natuurlijk voor Nationale Nederland heel moeilijk te verkroppen, dat juist die strategie van de drie, waar zij die fusie eigenlijk ook voor zagen toen niet plaatsvond, dat dus moest worden afgeschoten. En ik heb al heel veel moeten uitleggen dat het echt niet was dat wij daar grote behoerd voor waren en ons te goed voor die agenten voelden. Nou goed, kortom, dat was weg, ja. Dan even de tweede strategie. Een bank kopen in een land of zelf opzetten. En vandaar met kantoren allemaal directe producten opleveren. Je hebt dat in Polen geprobeerd en in Tsjechië. Hoe is dat gegaan? Nou, in Polen, die bank die was er al. Die trof ik al aan toen ik die strategie ging maken en overstapte. Toen was die bank al... Hij ging het overgeheveld van de zakenbank naar mij om het retail uit te bouwen. Dat is goed gegaan. Daar hebben we een goede ploeg opgezet. Ook van NMB mensen uit Nederland die wel ervaring hadden met NMB-kantoren. Maar ook mensen die met postkantoren ervaring hadden. Want ze hebben ook in Polen een heel eenvoudige kleine affiliaties gesticht. In dat hele grote land waar toch heel weinig mensen nog maar een bankrekening hadden. Dus dat was gewoon, dat kon daar ook gebeuren. En daarnaast zijn ze later ook met direct dingen eraan toe gaan voegen. En dat soort dingen, internet natuurlijk. En dat is heel goed gegaan. Die bank is nog steeds de derde bank van Polen. En daar is iedereen altijd heel blij mee. Maar dat is ook het enige, want in Hongarije hadden we ook zoiets, een veel kleiner bankje gekocht. Nou, dat was te klein voor tafellaken en te groot voor servet. Die hebben een Citibank verkocht, die er al zat in Hongarije. Die konden het in hun Citibanking inschuiven. En daarnaast hebben we in Praag hebben we een projectteam aan het werk gehad van eigen mensen van ING met een McKinsey-team. En die is een jaar aan het studeren geweest en een jaar aan dingen geweest. En hoe gaan we dat doen? En nou ja, ook qua IT-systeem waren ze niet uit. Maar ze waren zo al bezig met hoe moeten we in Tsjechië überhaupt binnen. Nou, dat ook naar nou, je ging. Zoals ING Direct had als een derde land uitgerold. Want Canada duurde een jaar. Hè, van april 96 de strategie tot mei 97. Dat vond ik best lang, maar er moest heel veel gebeuren. Maar Spanje ging in een half jaar. En later deden we twee landen per jaar. En in Praag zaten er een heel projectteam. Zat nog steeds en er was nog niks gebeurd. Okay, dus dat was een mooi voorbeeld van een advies van McKinsey. Ja. Dat aardig is en dat ook een heleboel consultants heel lang aan de gang houdt, maar waar je geen zakken hebt. Ja. En typisch een voorbeeld van wat John Reed ooit bedacht heeft, 25 jaar eerder. En wat toen heel innovatief was toen wij daarmee begonnen, was het eigenlijk al achterhaald. Hè? Want direct had toch dat toekomst. Als je consultants inhuurt, dan krijg je achterhaalde concepten die zeg maar helemaal niet passen binnen de gelegenheid van dat moment. Ja, en wat McKinsey ook nog heeft gepresenteerd, ze hebben gezegd, toen het rapport gepresenteerd werd, waren zij er ook bij. En toen zeiden ze, nou, die drie strategieën,
dat via de agenten dat begrijpen, dat is voor jullie fusie natuurlijk, dat moet, hè, maar er zit ook niet veel fiducie in. Dat direct, nou, dat Citibank, dat is het, hè, want dat is ook bij Citibank is dat bewezen. Ja. Dus iedereen moet dan maar hetzelfde gaan doen. Hè, dus niet divergent, maar gewoon allemaal als lemmingen, hè, achter hetzelfde. Maar dat direct strategie, ja, ik denk, ik ben heel bang voor jullie. In Canada, alle banken hebben callcenters erbij. Alle banken hebben ook beginnen met internet, et cetera. En hebben ook filialen. Dus de klant kan kiezen, die kan alle drie. En dan kan je een bank neerzetten, dan kan je wel direct bellen. Je kan even ook internet. Maar ja, maar je kantoor, dus je hebt gewoon minder te bieden dan de andere banken. En waarom zou iemand dan naar jullie gaan? Maar het element van prijs, dat wij dus gewoon door minder kantoren, geen kantoren, alleen die koffie, wat dat, ik heb helemaal niet verteld dat verhaal, geloof ik, even van die koffieshops of... Nee, dat had je nog niet, dat komt zo meteen op terug. Dat geen kantoren, dus die consument die zie je niet staan. Maar het verhaal van cannibalisatie, als een, zoals de Bank of Montreal, als je wel kantoren hebt, heb je er alleen maar last van. Hè? En dat hebben ze echt niet begrepen. Nee, dus inderdaad ook. Hey, dus ja, dat is over McKinsey. Was Wiebe Draaier er toen ook al? Wie? Wiebe Draaier, die is nu directeur. Die was McKinsey hoofd... Via de sterren naar de Rabo gegaan, ja. Nee, Draaier was het toen niet. Het was toen Rijbestein en zo. Nu zit iedereen zeg maar kantoor te houden in de Starbucks van die kant. Maar jij had ook al een koffieshopstrategie. Ja. Die is ook een beetje uit toeval geboren en die was niet alleen voor Canada goed... Zoals die Nederlandse acteur, hè, wat alleen maar voor Canada gold. Maar wat in Canada is ontdekt, dat was het volgende. Mensen zagen dus die grote gebouwen aan de highway staan, met die lichtreclame. Zaten te aarzelen, zal ik nou inderdaad die advertentie uitknippen, of die coupon, of die folder aanvragen, of aan de telefoon zeggen en dat ik het en dat ik mijn cheque opstuur. Want het ging allemaal met cheques in Canada, nog steeds trouwens. Hè. Je moet met een cheque dan zo'n eerste inleg doen. Een aantal mensen gingen gewoon die highway af. Bijvoorbeeld op terugweg van hun werk naar een huis. Of gepensioneerden die gewoon alle tijd van de wereld hadden. En die reden gewoon naar het callcenter, parkeerden de auto daar. Liepen dat die lobby binnen, die begane grond. Keken er een beetje rond. Zagen daar bij de lift, zagen ze staan 9, 10 etage, ING direct. Dus stapten in die lift en liepen door het callcenter. Met die cheque in de hand en een formulier in de hand. Of misschien dat het formulier dan moest invullen. En dan moest dan even een meisje van een telefoon even afdoen. En even zeggen, oh, wat doet u? Oh, wilt u een rekening openen? Gaat u maar even mee, dan ging ze ergens naar een koffiehoekje of zoiets. Hè? Toen hebben we besloten, in de lobby was nog ruimte. Hebben daar een café, Starbucks café in de lobby ingericht met Starbucks samen. Het café had geen balie, het was dus geen bank imago. Het had ook geen contant geld. Je kon alleen maar daar je cheque afgeven. En dan zaten ook een paar mensen aan de telefoon. Zeker voor als er stille uurtjes waren. Maar het gaf ook een beetje imago van zo'n mini callcenter daar beneden. En dan pakte gewoon gesprekken van boven mee. En die mensen die waren dan tevreden. En zo op internetschermen stonden er toen al. Van nou, dat is de... Hè. En dan gingen de mensen tevreden weg. Die gaven die cheque af. We wisten ook dat het goede handen was. Dat het niet via de post of zo fout kon gaan. Die kwamen ook nooit meer terug. Die waren tevreden. Hadden gezien dat het bestond. Dat het geen fake was. Hè. Ja. En volgens deze alleen maar telefoon of internet of zo, die gewoon niet nog een keer hoeven te komen. Maar het eerste moderne bank, want nu zijn alle ING-kantoren zijn eigenlijk zo, hè? Precies. Maar daardoor hebben de nieuwe klanten, die hebben die comfort gegeven, dat het toch nog iets tastbaars was, hè? En dat bleek gewoon, dat is in Canada gewoon door toeval ontdekt. En dat is ook gekopieerd in alle andere landen. 2, 3 per land. Ja. Niet in elke dorp een filiaal of zo. En ook vooral geen filiaal noemen, of qua imago uitziend. Maar gewoon een café. Dat is zeker mooi. Oké, we hebben de 3 strategieën gehad. En toen ging Canada, was een succes. Hoeveel verliezen heb je daar totaal gemaakt? De meeste landen hebben zo, de eerste 3 jaar loopt verlies op zo'n 80 miljoen. Per land. He, dus 3 keer 25 of de eerste jaar 30 en dan weer 25. Intussen groeit gewoon die spaarmassa, die groeit maar aan. Dus de marge op het spaargeld wordt steeds toereikender. Want de kosten zijn vast. Die reclamecampagne, die wordt niet meer. Die blijft constant of zelfs iets minder. Want in het eerste jaar heb je de meeste natuurlijk opbouwen van bekendheid nodig. De callcenter groeit ook niet meer mee. Want de telefoontjes die groeien niet. Want de internet... Die pakte vanaf het tweede jaar de groei over. En zelfs meer dan de groei. De callcenters werden zelfs minder telefoontjes. Dus je kosten zijn constant. Internet kost natuurlijk überhaupt niks. Ongeacht aantallen, visits, et cetera. Dus de opbrengsten gaan op een gegeven moment stijgen. En dat groeit dan naar een break-even punt na 3 jaar. Ja. Nou, in het vierde jaar ga je dus winst maken. Ja. En dat kan ook bijdragen om de landen die nog verlies maken. Dus ik heb die 50 miljoen, die was netto.
Ik mocht de winsten houden van de landen die al winst maakten. Dus in feite maakte ik meer verlies dan 50 miljoen. Maar er zaten al een paar winstlanden bij. Canada was na 3 jaar. En toen was net Italië gestart. En die gewoon in de verliezen. Nou. Okay, dus jij begon dus na 3 jaar, 75 miljoen was Canada, zeg maar, klaar. Wanneer ben je met het volgende land begonnen? Met Spanje was dat, geloof ik, hè? In 1 jaar later. Nou, dat was 2 jaar later. Tussendoor hebben we eerst nog in... het idee van Duitsland wat we niet gedaan hadden. En goed ook, want als dat mislukt was, dan hadden we niet, met de Canada wel is bewezen, dat we verder mochten. De Raad van Bestuur, die heeft natuurlijk niet een blanco cheque getekend voor 10 landen, die wat per land weten van, is het succesvol? Dan gaan we eventueel weer uit die 50 miljoen. Want die 50 miljoen was niet zoiets wat ik zomaar kon uitgeven. Dat elke keer wel voorleggen en zeggen, ik ga daar besteden. Nou, en toen is weer naar Duitsland gekeken. En toen hebben we in 1998, een jaar naar Canada, hebben we Duitsland van een bestaand kleine directbank met 300.000 klanten en met 600 medewerkers, konden we 29% van de aandelen kopen. Deutsche Directbank, later afgekort ING DiBa. Want directbank, dat is afgekort in DiBa. Daarom heette daar niet ING Direct, heet daar ING DiBa. Nog steeds. Ja, want de die van direct en de ba van DiBa. Van bank. En ja, dat naam is daar heel geworteld. En het heeft ook een Duitse naam. Want hij heet al Deutsche Direktbank voordat wij hem kochten. Dus het heeft ook meer een Duitse flavor. En dat willen we ook voor Duitsland dan een Hollandse flavor. Nou, en toen we daar gekocht hadden, 49%, toen hadden we al een hele discussie. Want het management was vrij conservatief. Die wilde ook winst maken voor de aandeelhouder. En de aandeelhouder was de vakbonden. Die hadden die bank ooit opgezet. Net zoals in Nederland, hè. De ASN of zo. De Algemene Spaarbank van Nederland, die vakbondsbanken. En de vakbonden konden niet veel investeren. Dus als die bank hard groeide, dan moest het kapitaal meegroeien. En dat hadden ze gewoon niet. En de winst zou ook niet genoeg zijn. En ze wilden wel winst ook wel uitgekeerd hebben. Daarom hebben ze toen een strategische partner gezocht. Die A, dat ze in ieder geval een deel konden verkopen, ook weer voor geld. B, die ook nieuw kapitaal in kon brengen, wat zij niet hadden. En dan zouden zij eventueel verder verwateren en zo, hè. Of verder verkopen, maar was dan voor later, als het bewezen was dat die partner de goede was. En C, ze wilden ook dat het strategisch inbreng van die partner. Ze hadden er geen verstand van, die vakbondsbestuurders, die waren commissaris daar, maar die hadden er geen kaas van gegeten. Maar wat de CEO vrij conservatief was, en wij mochten 1 lid in het bestuur aanwijzen, het waren er 3 directeuren, eentje was net vakant en daar mocht de Nederlander van ons in. En ik werd vicepresident van de commissaris onder die Duitser. En toen wij de meerderheid later kregen, werd ik president, commissaris, werd hij vicepresident. Maar wij zijn vrij snel, na een paar jaar hebben we het, vanaf 1998 was het dus 49%. In 2001, de dag van 9-11, die dag hebben wij van die Duitsers gekocht van 49% naar 70%. En voor die 21% hebben wij meer moeten betalen dan voor die 49. En wij hadden de pest in. En toen ze bij ons wegreden naar Schiphol op 11 september... nadat de handtekeningen gezet waren door toenmalige CEO Michel Timon en mijzelf. En ze reden naar Schiphol. En even later word ik gebeld. En zet je tv aan, et cetera. Ik had de tv op mijn kamer, omdat ik al die reclamecommercials altijd ook op mijn kamer wou kijken. Ook voor de postbank vroeger. En verdomd, 9-11. Jezus, als die jongens een dag later waren geweest, had ik die prijs misschien nog wel gehalveerd misschien, of weet ik wat. Hè? Achteraf is het peanuts geweest. Die bank heeft 8 miljoen. Weet je nog wat dat heeft gekost? Nou, de eerste 49% heeft, het was toen nog guldens in 98, die heeft misschien 80 miljoen gulden gekost. En die 21% die heeft het driedubbele gekost. Dat was al veel, maar het was nog net... Maar 320 miljoen eigenlijk, en dan plus nog een beetje die andere 20%. Ja, en dat was natuurlijk, wij hadden succes helpen maken, zelfs de 49%. Dus voor die 21, om meerderheid te krijgen, moesten we heel veel betalen. Bovendien, de internethype was ook toen nog in die tijd, kwam opzetten, et cetera, in 2001. Ja. Dus het was echt, die prijs was gewoon... Maar achteraf, de bank heeft nu, maakt nu bijna 1 miljard winst per jaar. Euro, ja. Dus dat is echt... Okay, dus dat heb je eigenlijk in 98 gedaan. Heb je Duitsland opgezet. Ja. Eigenlijk... We konden daar niet heel veel strategie toevoegen. We proberen ze agressiever te maken. Ik heb ze een keer meegenomen. De hele Raad van Commissaris en de directie van Duitsland. Naar Toronto. Alles laten zien wat we daar deden. Er zijn jongens veel agressiever. En die jongen die daar... onze general manager, CEO Arkady Koelman. Heeft een Duitse moeder. Spreekt vloeiend Duits. Heeft in het Duits ook alles laten verteld dat hij deed en zo. En toen gingen we terug naar Toronto Airport. En ik ging naar de gate voor KLM, maar de Nederlandse directeur in dat driemanschap die wij hadden aangewezen, ging ik mee naar de gate Frankfurt met Lufthansa, met al die Duitsers. Yeah. En die wilde later op, toen we geland waren, hij zei,
Hans, die was nog niet weg bij de gehoorsafstand. En ze zeiden, nou, was erg interessant. Zeer interessant. Maar niet voor Duitsland. Dat kan niet in Duitsland. Dat is te agressief. Dat kan niet in Duitsland. Dus pas toen we die 70% kregen, of toen het eraan zat te komen, dat het ging gebeuren, toen is pas de top van die bank omgegaan en zijn pas de agressieve kant. Toen hebben we gezegd... We hebben je voor de laatste 20% of 30% moeten betalen? Nee, dat hebben we toen met die 21% kochten, hebben een optie genomen op die laatste 30. Maar die optie, die konden zij bepalen wanneer die uitgeoefend werd. Maar die prijs stond vast. Dus zij mochten kiezen hoe lang ze wilden blijven zitten. Maar ze wisten dat als ze het een keer wilden uitstappen, was het niet meer over de prijs te onderhandelen. Okay, heel goed achteraf. Ja. Oké, dus als Duitsland. En daarna dan, dus 98. En Duitsland is dus echt gewoon een miljard, op dit ogenblik een miljard winst per jaar. 900 miljoen wordt het dit jaar. 2015 wordt 900 miljoen. En dat is dan hoeveel procent van het. Wat is de totale winst van ING dit jaar? Nou, het afgelopen kwartaal was 3 miljard geloof ik. Dus ING zal op jaarbasis, als het zo goed gaat als nu, toch wel 10 miljard halen. En als Duitsland is dat toch wel 9% daarvan. Ja. Ja. Dat is één landje wat je toen in 98 hebt opgezet, zeg maar. Maar wel verreweg het grootste land geworden, hè, natuurlijk. Ja. Nou ja, Amerika was toch nog groter. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Maar goed. Even gaan we het even door. Spanje. Die winst van die Duitsers maakt nog steeds winst. Hebben ook meteen gezegd, je hoeft de eerste 2 jaar geen winst meer te maken. Die mag je allemaal in de marketing stoppen. Nu gaan we ervoor, hè. En nu gaan we groeien. Maar toen hebben ze inderdaad, moet ik zeggen, omdat ze zo hard groeiden, dat ze eigenlijk die winst toch gemaakt hebben. Want het ging zo fantastisch dat er echt toch weer winst gemaakt werd. Wat helemaal niet de korte termijn doelstelling was. Toen de tijd echt gewoon voor een bank, voor een oude bank als de ING eigenlijk, dat je dan zegt, joh, je hoeft geen winst te maken. Dat vonden ze toch wel echt heel raar. Heel raar. Ja. Oké. Toen Spanje. Toen had je dus heel veel geleerd en toen eigenlijk... Die modellen van Duitsland en van Polen, die kun je niet uitrollen. Die zijn uniek voor elk land apart. Maar Canada, had je het idee, kun je wel uitrollen over andere landen. Ja. Dus we hebben eerst marktonderzoek gedaan in Spanje. En ook eigenlijk in Frankrijk, zelfs gelijktijdig met 2 teams. Nou, Spanje kwam er beter uit dan Frankrijk. Dat is ook wel gebleken later. Dus we wilden Spanje toch eerst doen. En we konden niet meer dan 1 of 2 landen per jaar doen. Ook gegeven dat budget, dit 50 miljoen. Dus dan hebben we in mei... 99 was Spanje klaar, want na het onderzoek moesten ook weer eerst het team aantrekken, moesten de IT kopiëren. Maar toen hebben we meteen het Spaanse team, hebben een vliegtuig naar Toronto gestuurd. En niet zoals die Duitsers van, ja, we doen het toch maar niet. Nee, die hebben gewoon alles gekopieerd wat ze konden kopiëren. En uit die systeem, dat moesten ze kopiëren. Er was geen discussie over, ook niet meer opnieuw weer een onderzoek en vergelijkingen. En dus dat was in 7-8 maanden, wat Canada 13 maanden heeft geduurd, was in 7-8 maanden in Spanje gepiept. Nou, in mei 99 en in augustus 99 in Australië had een verzekeringsmaatschappij een klein, geen bankje, het heette een finance company. En die had wel die verkocht wel al wat spaarrekeningen. Dat hadden ze wel wat. En dat werd dan weer gebruikt om daar wat hypotheken. Er was wel iets van, maar het was helemaal heel kleinschalig. En die probeerden ook via de tussenpersonen van Nationale Nederlanden daar te verkopen. Ging ook niet hard, maar dat was echt een heel klein ondergeschoven bankje. En toen hebben ze een bankenvergunning aangevraagd. En vervolgens kreeg het. En moesten met die bankenvergunning konden ook echt gaan uitrollen. Nou ja, maar toen bleek dat de centrale bank veel straffer toezicht hield dan toen ze nog geen bank waren. En met name het IT-systeem werd meteen afgekeurd. Dus moesten we dat Sanchez in Australië implementeren. Dus daar heeft iets langer geduurd, maar moesten natuurlijk dingen converteren. Terwijl Canada en Spanje, hoef je niets te converteren, Greenfield. Maar Duitsland, Australië, hoe klein ook, je moest wel al die bestaande klanten zich converteren naar dat Sanchez-systeem. Omdat het hun eigen systeem was, hadden misschien wat later gedaan. Wat werd gewoon afgekeurd door de centrale bank. Dus dat was natuurlijk, dat hadden we niet op gerekend. Maar ook daar was het ook voor de verzekeraar teleurstelling dat die tussenpersonen, ook niet toen het bank werd en ook niet voordat het bank was, veel bijdroegen aan wat met hypotheken. Zelf wat hypotheken verkocht, maar geen spaargeld. Ja. En je merkte gewoon, qua marketing ging het gewoon in als koek, zowel in Spanje als in Australië? Ja, maar het is wel echt zo, die lokale campagnes, de humor is zo verschillend per land. Die subtiele Canadese humor met die Hollandse acteur, nou, dat heb ik getest in Australië, daar zitten ook nog Nederlandse immigranten. Nou, no way. Dat vonden ze allemaal maar slap, et cetera. Er moest gewoon een tuff campagne komen van, hey mate, you need a high savings interest rate. That's good for you. Van dat, hè, weet je wel. Hè? Heel anders dan Canada. En in Spanje?
En in Spanje? Spanje hebben ook een hele lokale Spaanse campagne. Met een hele populaire anchorman. Een hele populaire tv-persoonlijkheid. Die alle economische soort... meneer Hilterman, van, maar dan op economisch gebied. Ja. Matthias Prats. En die heeft hij in die commercial de graf in geprezen. En al die Spanjaarden vonden het fantastisch. Dat die Matthias Prats ons zo... Nee, dat was een fantastische campagne. Nou, ook een heel gemotiveerd team. Ik dacht dat Spanje macho was, maar we hadden meteen van begin af aan hadden we van de zeven topteam, hadden we behalve de CEO en de CFO, allemaal vrouwen. Ja? En allemaal kleine Spaanse vrouwtjes, maar tuf en pittig lijk hel. En eentje die had zeven kinderen. Als je zag staan, zou je denken, er kan niet één kind uitkomen. Laat staan zeven, maar... En gewoon ook allemaal werken en niks... thuis zitten of zo. Dat had ik helemaal niet verwacht in Spanje. Maar en zeer gemotiveerd en zeer en een heel goed gevoel ook voor lobbying en voor ja, echt netwerken en zo. Ja, en de CEO daar heeft het ook fantastisch gedaan. Dat was eigenlijk de tweede die we aantrokken. Mm-hmm. Want in Duitsland troffen natuurlijk al mensen aan die pas later met pensioen. Die hele innovatief minded Duitsers. Maar dus... ja, en die hebben op 60 laten met pensioen gaan. En dan vond hij eigenlijk een schande voor zijn omgeving. Ja, dus ik zeg maar dat al die Hollanders dat doen. Dat is Hollandse gewoonte, 60 met pensioen gaan. Want Duitsers werken tot 65. Hè. Maar goed, maar in het begin had hij er nog wel. En hij heeft toen nog wel loyaal. Dus die... Maar die Spanjaarden, dus, die waren dus ook... En hoe lang heeft het bij hun geduurd voordat ze winstgevend waren? Ook 3 jaar, vaste prik. Ja, ja. Vaste prik, 3 jaar. Dus je kon het gewoon mathematisch langzamerhand inrekenen. Het heeft wat langer geduurd dan Frankrijk. Dat was in maart 2000... Dat was toch een vrij moeilijk land. Ook omdat in Frankrijk is er een staatsspaarboekje waar je belastingvrij rente op krijgt. Dus daar hoef je geen belasting over te betalen. En dat geld van die spaarboekjes moet ook door die bank ook aan de staat worden afgedragen. En de bank heeft dan een vergoeding daarvoor. Dus, en alleen de staatsbanken mogen dat boekje aanbieden. Dus dat is de coöperatieve banken, Crédit Agricole. En de spaarbanken, dus laat ik zeggen, de niet-commerciële banken, mogen dat aanbieden namens de staat. Dus dan krijg je belastingvrij, krijg je dus een rente die is weliswaar, de rente is weliswaar lager dan wij in Frankrijk bieden, maar met 30% bronbelasting die daar wordt ingehouden, ja, dan dus hebben we het moeilijk gehad in Frankrijk. Maar ook gelukt. Ja, en bovendien dat het belastingvrij is, maar tot 15.000 euro. Dus daarom hebben we gewoon daar juist zitten wat hoger in de markt. Voor mensen die 15 voorbij zijn, 15.000, die dus wat meer te besparen hebben, die komen dan toch wel weer naar ons toe. Okay. Toen kwam de big guy, hè, in Amerika eigenlijk. Ja. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dus Arkady Koelman, dus de man die in Canada, hè, de pionier was, die we daar hebben gevonden via een headhunter. En die onder andere het idee van het café heeft ingevoerd. En ook verder dus, en ook het reclamebureau gevonden heeft. En ook heel agressief en innovatief. En ook in de Canadese media zeer handig met free publicity en dergelijke. Als een soort evangelist van sparen. Hè? En dat is goed voor jullie en wij bieden dan de beste spaarrente. Nou, die hebben we gevraagd in januari 2000. Toen was je dus bijna 3 jaar in Canada de CEO. Om in januari 2000, hè, was in mei 2007 begonnen in Canada. En daarvoor had ook een jaar voorbereiding. Met een deel van de Canadese topteam naar USA te gaan. En naar Delaware, naar Bill Wilmington in Delaware, vlakbij Philadelphia, waar we ons hadden besloten ons te vestigen met het callcenter en met het hoofdkantoor. En die is dus inderdaad, heeft de Verenigde Staten op Canadese manier uitgebouwd. En dus die had 8 maanden nodig, van januari 2000 tot met september 2000. Toen gingen we van start. Met ook een hele agressieve campagne en heel sterk op de Amerikanen, die wat dat betreft weer wat emotioneler zijn en wat primitiever zijn en naïever zijn dan de Canadezen. De Canadezen zijn wel wat subtieler, hè? Alleen maar erin rammen van, gooi je creditcard weg en ga sparen. Van dat, hè? De creditcard heb je alleen maar last van, hè? En dan kregen ze ook een ding toegestuurd, wat ze op de koelkast konden plakken met een magneetje. En er stonden 10 laws in, hè, zeg maar de 10 geboden in van de IG Direct. Hoe je moet sparen. Nou, heel veel Amerikanen plakken dat op de koelkast, hè, met een magneetje. Dat vinden ze fantastisch. Hè. En die man is zo ontzettend. En die heeft ook een free plus die in de Verenigde Staten weten te krijgen. Dat is ongelooflijk. En als die man in Canada niet was geweest, weet niet hoe Canada zou zijn gelopen. Nee. En hij heeft wel onze strategie uitgevoerd. Zeg maar vanuit die wij het hoofdkantoor en wij de postbank. Maar ja, je weet niet hoe een ander het succesvol had gedaan. Nou ja, je hebt gezien hoe hij het in Spanje... In Spanje is het ook gelukt. Dus de strategie was al... Ja, maar we hebben heel erg met onze eerste twee recruiters, topmensen, hebben we echt heel goed geschoten. Zowel
Canada, dus later hetzelfde man voor de US als Spanje. Ja, maar je zat toen eigenlijk niet in de Raad van Bestuur. Je zat gewoon ergens in een van de clubjes, was jij dan verantwoordelijk voor retail banking buitenland. Ja. En mag ik vragen wat je toen verdiende? Nou, toen de Postbank, toen ik daar in de Raad van Bestuur kwam, dat was ik wel in de Raad van Bestuur. En dat, toen waren we dus nog overheid, maar werden toen al gefuseerd met de NAB wat later. Daar had ik 400.000 gulden. Dus 170.000 euro. Ja, bij de NAB-fusie werd dat 50% hoger. Want de NAB verdiende 50% meer dan Postbank. Dus wij kregen dat ook. Dus nou, 220.000 of zo? Veel? Nee, 250.000? Ja, het was zeg maar iets, was 6.000, 7.000 gulden. Ja, zeg maar 300.000 euro was het toen. Was zoiets. Ja. Bijna 300.000 euro. Nou, toen was het een fusie met Nationale Nederlanden. Maar toen kwam ik niet in de Raad van Bestuur. Want toen werd het te groot. Toen gingen we van de Raad van 11 met de NAB Postbank. Gingen we naar de heren 17 met Nationale Nederlanden. En toen hebben ze van die 17, 5 bestuursleden. Hebben ze de 8 als Raad van Bestuur van de groep. En de andere 9, die werden of bestuur Nederland, waar ik dus in gezeten heb voor de Postbank. Of bestuur van een buitenlands comité voor de verzekering. Je verdiende toen dus, zeg maar, toen je dat ING deed, verdiende 300.000 euro per jaar. En wat verdiende die man in Canada? In Canada meer dan ik, maar in de Verenigde Staten verdiende die veel meer dan ik. Ook veel meer dan toen ik in de Raad van Bestuur van de groep kwam. Die man die verdiende gewoon 2 miljoen dollar of zoiets. Terwijl de Raad van Bestuur van de groep was 600.000 euro. Dus. En inderdaad, vond je dat niet erg? Hoe vond je dat om gewoon meer te betalen dan aan sommige landen, dus in Amerika? Dus die man die verdiende, toen hij van Canada ging naar Amerika, ging zijn salaris enorm omhoog. Ja, geleidelijk aan, hè. Hij heeft de moed te bewijzen. En toen het in de Verenigde Staten zo fantastisch ging. Ja. En ik had natuurlijk altijd zeiken. Dus dat, en dan had ik een vrouwelijke commissaris, een lokale dame, die ik trouwens nog heel goed ken. Een echte zakenvrouw. Een heel apart verhaal. Maar goed, ik ben nog nu directeur van haar holding voor Europa. Ze doet allerlei beleggingen. En dat is om fiscale redenen via Amsterdam. Maar die dame, daar had ik een soort rolverdeling mee. Good guy, good cop, bad cop. En als ik dus gewoon echt niet meer verder kon gaan, dan ging hij haar uithuilen. Dan zei zij, ja, maar Kadia, die Hollanders zijn eenmaal een beetje zuinig. En zo, weet je wel, ja. En je verdient al 3 keer zoveel als je baas, weet je wel, als Hans Verkoren. Nou, op die manier hebben we hem altijd een beetje weten te masseren. Maar uiteindelijk 2 miljoen en jij verdiende gewoon 600.000 thuis. Ja, goed, maar hij was natuurlijk op die andere Amerikaanse banken. Was het helemaal niks wat hij verdiende. En toen het overgenomen werd uiteindelijk, omdat het moest verkopen van Nelly. Toen heeft hij toch, het kon hij dubbele krijgen bij degene die hem overnam. Die bood hem het dubbele. Maar vond hij niet leuk. En bovendien was de creditcard van die. En hij had zijn hele leven op die creditcard gescholden. Althans, zijn hele ingedekt leven. En moest hij voor de creditcard van die opeens de funding gaan verzorgen. En toen is hij dus weggegaan. En nu deed hij, ik ga nu echt geld verdienen. Ik ga nu eens een keer, ik ben nu 64. Ik ga nou toch eens een keer geld verdienen. Dat is bij jullie nooit gelukt. 2 miljoen. Echt meer dan de voorzitter van de Raad van Bestuur van ING. Maar nu ging hij serieus geld verdienen. Hey, waarom, je zei die ontzettend agressieve campagne. Ik vond één verhaal, was er erg mooi. Hoe je in L.A., hoe die zeg maar ING direct heeft geïntroduceerd. Hoe ging dat? Ja. Nou, we zaten in Wilmington, Delaware. En we hadden een campagne in het begin zo rond dat gebied. Hè. Pennsylvania, Delaware is ook heel klein. En New York. En daar adverteerden we. Want als ons reclamebudget over het hele land zou versnipperen. Sorry. Als ons reclamebudget over het hele land zou versnipperen. Ja. We hadden per stad moet je doen. Dus we hadden misschien in plaats van Canada 25 miljoen. Hadden we daar een budget. Of 20 miljoen had daar een budget van misschien 3 dubbele. Maar 60 miljoen kan je niet versnipperen over de hele US. Dus we begonnen elke keer een bepaald deel van de US. Eerst waar we zelf zaten. En dat het goed liep. En er kwamen wel mensen die via internet uit de hele 50 staten kwamen. En dat was de af van binnen aan. Maar pas als je echt in een bepaalde staat ook ging adverteren, zag je pas echt dat het ging boomen. Hè? Nou, dus eerst was het dat Philadelphia, of Pennsylvania, New York en dingen. En toen gingen we dus naar Californië, dat was de volgende stap. Later naar Chicago en Illinois, et cetera. Zo zijn geleidelijk aan hè, de meeste staten waar je dacht de meeste kans te hebben, ook op onderzoek. Maar toen we naar Californië ging, had hij iets van, ja, ik wil daar toch in Californië een of andere aftrap, een soort launch hebben. Niet de start van de nieuwe bank, die hadden we natuurlijk al gehad toen we begonnen in september 2000, met ook allerlei toestanden. Maar en bijvoorbeeld toen we in New England begonnen, toen hebben de adverteren, hebben de Boston Globe, de oudste krant van de wereld, niet alleen daarin geadverteerd, maar zelfs een wikkel om de hele krant heen, oranje. Wat nog nooit in de 150 jaar in Boston Globe gebeurd was, weet je wel. En die werd gratis uitgedeeld bij alle subways en zo. En hoeft niet te kopen. In Californië, de eerste grote uitrol van de oorspronkelijke footprint naar de westkust, hadden we het Shell deal. Alle 38 Shell stations in Los Angeles, althans
Santa Monica en dat deel van Los Angeles, maar ook wel Midtown. Daar hadden we afgesproken, een bepaalde dag, vanaf 's morgens 7 uur, kon je bij een celstation een volle tank gratis krijgen. En die volle tank kreeg je gratis, omdat ING Direct daar gestart werd in Californië. Met de avond ervoor al hele commercials. Weer de altijd avond ervoor die commercials op tv. Waar ook in stond van, vanaf morgen 7 uur. Hè, bij het celstation een volle tank gratis. En verder flyers en leaflets, et cetera. En billboards. Echt Los Angeles uitrollen. En daarnaast pas San Francisco. Dus die mensen die gingen inderdaad. En wij betaalden het grootste deel van die volle tank. Betaalden wij. Maar Shell nam ook. Die gaf hun marge weg. Want die vond ook wel een mooie stunt. Dat zij ook daarmee op Shell afstraalde en dergelijke. En die deal is trouwens nog. Voor deel heb ik nog in Nederland geholpen. Via de Nederlandse Shell. Hè, die Californiërs. Arcadia te helpen, zeg maar. Met zijn onderhandelingen. Maar in ieder geval. Die nacht. Vanaf middernacht. Bouwden zich al files op. Voor die 38 tankstations. En die Amerikanen zaten gewoon in de auto te slapen. Of naar de radio te luisteren en een krant te lezen. En dat was zo middernacht begon het zo, maar vanaf een uur of 4 ochtends groeide dat maar aan. En 7 uur zou die pompen opengaan. Hè? Dus dan, en op een gegeven moment stonden ze voorbij kruispunten en blokkeerden ze kruispunten die door die file heen moesten om de andere kant. Want die zat niet in het station. Hè? En hier was nog een kruispunt. Nou, toen de politie is op een gegeven moment, heeft het afgeblazen, moest het afblazen. Om een uur of 9 's morgens, want de ochtendtraffic was helemaal uit de hand gelopen. En overal, alle tv-zenders stonden eruit, hè, heel Zuid-Californië. Dus veel meer dan die paar commercials die we de avond ervoor betaald hadden, laten uitzenden. En op een gegeven moment, ja, toen de politie het afblas, hebben allerlei studenten hebben met vouchers, langs al die auto's. Had je dat voorzien dan? Nou, we hadden wel rekening mee gehad. Die foutjes waren wel gedrukt, dus die waren er wel. En zijn al die auto's die nog niet aan de beurt waren en de politie zijn oprotten, hebben allemaal dus een foutje gegeven. En gezegd, nou, u kunt nu een week langer zijn ze nog geldig. U kunt gaan wanneer u wilt om die volle tank te halen. Wow, what a goodwill. Oh. Ja, fantastisch. Ja, dat was ongeluk. En toen later hebben allemaal landen, want de dingen zijn dus toch sommige zijn wel kopieerbaar, hè? Niet alleen het IT-systeem. De marketing is vaak verschillend, hè? De campagne, de humor, et cetera. Maar dit was zoiets. En in Spanje waren ze een tijd bezig om vanuit Madrid en Barcelona ook Zuid-Spanje binnen te komen. Ze waren in Madrid begonnen, en ook Barcelona. Maar Zuid-Spanje, ondanks adverteren, dat sloeg gewoon niet zo geweldig aan in Andalusië en zo. Nou, toen hebben ze in Sevilla hebben ze ook gratis tankshow gedaan. En daar heb ik een video van gezien. Dat drie Spanjaarden, die lopen een auto voor te duwen naar de benzinestation. Lege auto. Ze hebben helemaal leeg gereden en ze hebben die laatste druppel weer eens nog. En dan duwen ze hem zo naar het benzinestation om echt een volle tank te kunnen tanken. En dat was ook weer tv-stations en iedereen, kom iets naar voren, tv-station, iedereen die kwam weer gewoon ermee. En sommige landen hebben andere dingen gedaan, zoals die Boston Globe. Hè? En dat noemen we, het is ook eigenlijk een beetje afgeleid van Arcadi, de eerste die dat gedaan heeft. Dat noemen we guerrilla marketing. Mm-hmm. Dus dat is geen gewone marketing, dat is guerrilla marketing. Maar goed, een ander ding wat ook is uitgerold, hè, vanuit Canada, is dat café. Hè? Dus wat ik over die checks en zo zei. Nou ja, dat hebben we dan gedaan. Eerst alleen in ons callcenter in Toronto. Later eentje geopend in Vancouver en later eentje in Montreal. Kom even een beetje hierheen. Ja. Dus later hebben we ook zo'n café geopend in Vancouver. En later ook eentje in Montreal. Om ook Frans-Canada. Hè? Dus we hebben die cafés. Maar dan stopt het ook. Hè? 3-4 per land is genoeg. We gaan niet overal zitten en mensen zien het worden ook wel eens op. Heb je nog meer van die gekke campagnes als die wikkel, die oranje wikkel en dat benzinestation? Maar dat benzinestation, ik zie het helemaal voor me. Al die beelden, al die files die tot echt gewoon kilometers van zo'n station en dat iedereen dan er weer over lult. Geweldig. Ja. Nou, ik weet niet of ze allemaal zo gauw paraat hebben, maar er zijn ook in andere landen zijn wel dingen gebeurd die ook wel heel grappig waren, hoor. En ook wel eens een keer gewoon in actie dat ze een bepaalde winkel... Gaat in supermarkt of zo. Met vouchers. Ja. Maar of zelfs sportwinkels. Dat ze ook oranje. Dat mocht alleen maar met die vouchers iets oranje was. Er moest ook een oranje t-shirt zijn. Een sportshirt. Of een oranje polo. Of een oranje Nike schoenen. En dan. En was jij nou zo iemand vanuit je NMB-tijd? Of vond je het gewoon leuk dat ze dingen verzonnen? Nou, ik had AB de Postbank ook wel enige ervaring met de marketing. Het was natuurlijk voor mij twee dingen mijn hele leven daar. Het was betalingsverkeer en het was marketing. Betalingsverkeer met online pinnen, et cetera. En marketing, wat betreft ook gewoon direct marketing. Dus ook heel veel
En ook natuurlijk gewoon ook behoorlijk budget voor heel veel reclame. Maar ook daar hebben we geleerd, geen image reclame, altijd gewoon humor, maar altijd gericht op product. Op verkoop. En niet alleen maar image, we hebben productcampagnes gehad, die stierf in schoonheid rond die thuisbank. Maar dat is niet wat in die thuisbank wat voor producten er in die thuisbank te krijgen waren. Dat heb ik toen al geleerd, dat je dat niet moest doen. Grappig, dus niet inderdaad met Procter. Dus Amerika, dat was een grote kluif. Hoe lang duurde het voordat Amerika het grootste land was van ING Direct? Nou, kijk, in het begin zaten ze nog ver achter Duitsland. Want Duitsland was in de eerste jaren, al voor 2000, Amerika überhaupt begon. Maar ook toen Duitsland 100% of 70% werd, zijn we daar zo hard gegroeid. In Duitsland hadden we bijvoorbeeld, als je over humor hebt, in Duitsland zijn natuurlijk heel chauvinistisch. En wij, op het begin hadden wij een reclamecampagne daar geïntroduceerd. Net toen we agressief, bij die 70% agressief konden gaan worden. Grote tv-commercial campagne. En dan was steeds dat een sportprestatie, een sportman die, of vrouw die een prestatie deed. En stond er dus afgetiteld, of rechtsboven, hoogstlijst toen. Hoge prestatie. 4% rente. Dus wij vergelijken die sportprestatie van die topsporter met de hoge rente. Hoogstlijst toen, wij presteren hoog met de rente en zij presteren hoog in de sport. Nou, en dat begon met onbekende sportmensen. Ze hadden gewoon iemand die een skischans afsporen en salto deed. Hè? Of een polstok hoogspringer over die lat heen. En dan hoogstlijst toen, weet ik hoeveel procent. Nou, en van een vent die bij Hawaii met surfen ook een salto maakte. En ook hoogstlijst doen. Maar toen hebben we met basketbal zijn we het gaan doen. En Duitsland heeft een basketbalspeler. Die heet Kurt Nowitzki. Dirk. Nederlands naam. Dirk, denk uit het Duitse deel van wat in Nederland. Dirk Nowitzki. En Dirk Nowitzki, 2,12 meter lang. Die is al heel lang in de Amerikaanse hoogste league. Ik geloof dat hij voor de Atlanta Braves of zo speelt. En die man is zo populair in Duitsland. Ze zijn zo trots op hem dat deze man. Het is ook een hele aardige vent. Een hele aardige. En die hebben toen genomen voor zo'n. Dat hij zo'n basket. Die bal in die basket gooit. Ja. Hoogstlijst toen. Maar toen zag het dus zichtbaar dat het Kurt Nowitzki was. Ja. En de volgende commercial. Is er een jongetje wat opeens heel hoog springt. En dan zo ook die bal erin gooit. Ja. En dan gaat de camera omlaag. Dan heeft Nowitzki het jongetje vast. En het jongetje doet hem zo in een maandje en zo. Nou, die campagne heeft zeker 10 jaar geduurd. Met diezelfde anchorman, Nowitzki. Ja. Heerlijk. Geweldig. Dus dat was echt, je had een methode. Je had gewoon landen. En hoeveel heb je nou totaal geïnvesteerd in eigenlijk, is die 50 miljoen uiteindelijk geworden? Nou, op een gegeven moment is die wat verhoogd, toen het goed ging. Ja. Want die hoefden we niet meer te delen met die andere strategieën, dus dat ging helemaal naar ING Direct. Ja. En in 2001 was onze totale opgebouwde verliezen, was 470 miljoen euro. En inmiddels was het de eurotijd. Hè? Dus 470 miljoen euro was het totaal opgebouwde verliezen. Eigenlijk was het meer. Eigenlijk was het iets van 700 miljoen of 750 miljoen. Want Canada en Spanje, de oudste landen, hadden al winst gemaakt. En die had ik weer af mogen trekken van die verliezen van die laatste landen. Die nog 3 jaar... Ja, maar die waren dus al fors. Die waren al 300 miljoen aan terugbetalen. Precies, hè. Maar dus netto hadden we dus over die 5 jaar... heeft de groep aan ons 470 miljoen verloren. Bruto meer, maar minus de winsten van de oudste landen. Nou, en, maar in 2002, toen de groep het moeilijk had, en de groep dus na 11 september en ook... En onder andere waren er 400 levens in het World Trade Center waren herverzekerd. Mm-hmm. Bij een herverzekeraar, dochter van Nationale Nederlanden. Iemand gisteren eerst nog op televisie van, wij hebben geen levensverzekering in het World Trade Center. Dat klopt, niet verzekerd. Maar een paar dagen later kwam ik achter dat er een herverzekeraar van ons had het wel herverzekerd. Dus, nou goed. Dus die koers ging omlaag, et cetera. En 2002 was echt moeilijk. En 2002... ging onze, en we hadden 2001 hadden nog een verlies van 100 miljoen. In ING overal? Ja. ING Direct overal? 100 miljoen, dus die 470 was opgelopen naar 470. En die laatste 100, die viel in 2001. Ja. Maar in 2002 sloeg het om, want er meer landen werden winstgevend dan nieuwe landen nog verlies maakten. Toen hadden we een winst van plus 200. Dus er was een swing en dat de groep net had men nodig. Ja. Want op andere onderdelen van de groep, kerelde die winst onderuit en die koersen die daar onderuit te gaan. En toen kon er gezegd worden bij de jaarcijfers 2002 dat er gewoon dus toch nu de winst weer gestabiliseerd was, omdat wat er aan de andere verloren was. En in je gerecht ging van min 100 naar plus 200. Er was een swing van 300. Wow. En dat was net op tijd. Dames, ik denk ook niet dat altijd qua timing en geluk gehad, hè, met internet en met
En dus ook met dat we gewoon, toen als Nationaal Nederland met name, zich eigenlijk de luxe kon permitteren om die 100 en die min 50 elk jaar, en dat werd wel teruggediend in Nederland, hè, maar toen het dus moeilijker werd, en met name zelfs september, ook überhaupt de leven natuurlijk steeds moeilijk werd, de fiscale voordelen verdwenen, et cetera. Dus nu zouden ze dat niet meer gekund hebben, denk ik. Nee. Ook niet voor de verzekeringen zelf. Nee, inderdaad. Dus, maar toen begon je op plus 200. Wat is de hoogste winst die op een gegeven moment ING Direct ooit gehad heeft per jaar? Nou, ik denk wel richting... Duitsland was toen niet natuurlijk zo hoog als nu is, maar ik denk dat we met alle landen samen toch wel op 1,25 miljard zijn gekomen of zoiets. Misschien wel 1,5 miljard. 1,5 miljard per jaar, gewoon echt. Dus vanaf 2002 was het gewoon winst. Ja, we zijn zeker opgelopen naar per kwartaal, zeg maar. 400 miljoen per kwartaal hebben we zeker 400 per kwartaal. Dat hebben we zeker gemaakt. Dus wel 1,5 miljard, ja, ja. En op het ogenblik, hoe zit het nu? Dus ING doet nu 10 miljard per jaar. Van wat voor een winst maakt ING Direct nu? Duitsland 900, dat was dit jaar, vorig jaar was 800. Ja. Dit jaar zal het 900, dat hebben ze me verteld. De andere landen samen, misschien net niet, maar Australië zag ik zondagavond. Die maken voor een klein land, 15, even groot als Nederland, waar inwoneraantal. Die maken 150 miljoen, 2 miljoen Australische dollars. Ja. 200 miljoen Australische dollars, zeg maar 150 miljoen euro. Ja. Nou, Spanje maakt zeker het dubbele van dat. Dus ik denk dat we totaal wel op een 1,25 miljard uitkomen, waarvan Duitsland de helft. Ja. Met een totale investering van 400, 500 miljoen, alles bij elkaar. Ja, 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 ja.